50 eikenbomen moeten er binnenkort aan geloven. De bomen aan de Ekenseweg bij Niftrik worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen van verschillende soorten. De gemeente Wijchen noemt meerdere redenen voor de operatie. Meer verschillende bomen zorgen voor meer biodiversiteit. En de oude boomwortels veroorzaken scheuren in het wegdek. Ook is het vervangen van de eiken door andere bomen bedoeld om de eikenprocessierups te bestrijden. Die bestrijding gebeurt trouwens ook op andere manieren, zoals het ophangen van mezenkastjes. Die vogeltjes zijn gek op de rupsen. De route van de Vierdaagse gaat ook over de Ekenseweg. De hoop is dat deelnemers deze zomer dus minder last zullen hebben van de branderige haren van de rupsen.